Om de toerismesector in Suriname verder te ontwikkelen is samenwerking van enorm belang. Dat is op vrijdag 10 juni naar voren gekomen tijdens een bijeenkomst van stakeholders uit de toerismesector. Vanwege de terugslag door de COVID-pandemie is het meer dan aanbevolen dat de gemeenschap, overheid en private sector samen optrekken voor maximaal rendement uit de toerismesector. Minister Albert Jubitana van Transport, Communicatie en Toerisme en parlementariër Obed Kanapé waren enkele van de aanwezigen. Nou, er zijn ontwikkelingen binnen de sector, de toerismesector. En we hebben met de sector vanaf vorig jaar afgesproken dat we tenminste één keer in het kwartaal bij elkaar komen om te praten over zaken die aangaande gewoon toerisme. En we hadden vandaag zeker de toerismewet willen ze weten. Hoe staat het daarmee, de conceptwet toerisme en dan ook nog de autoriteit. En verder ook andere aandachtspunten, zoals de operationele zaken, uitdagingen waarmee ze te kampen hebben, maar ook beleidsvraagstukken. Betreffende omgaan met dieren, maar ook milieu, hoe gaan we daarmee om? En vragen die betrekking hebben op natuurlijk toekomstgerichte vragen van waar gaan we naartoe. En wij hebben dus met name daarop toegespitst en vanuit de sector ook vernemen wat zijn de dangraden, kota kenso. Dus wat zijn de aandachtspunten. En we hebben een vruchtbare sessie achter de rug. Wat nodig is binnen de sector is zeker de betrokkenheid met de sector. Want vanuit de overheid moeten wij beleid maken of strategisch beleid formuleren. Maar dat kan je niet zonder de private sector. Vandaar dat we vandaag in deze setting waren. Natuurlijk hoor ik ook dat niet iedereen erbij was. Maar in de komende sessies zullen we zeker andere actoren ook uitnodigen. Zodat ze ook weten, geïnformeerd zijn, wat binnen het toerisme, het strategisch beleid dat waarmee we bezig zijn, welke richting we op gaan, dat ze ook de informatie meekrijgen. Maar ook gedeeld met de sector, de samenwerking die we zijn aangegaan met CI, maar ook de kleine orde, met name in Para, een pilotproject waarbij ze middels een zachte lening weer kunnen opknappen en weer kunnen voldoen aan de randvoorwaarden om eigenlijk de activiteiten weer op gang te brengen. Dus dat zijn zaken die we de afgelopen periode hebben gedaan. En samen met de initiatiefnemers, de vaste commissie van DNA, toerisme, TCT, hebben we de afgelopen maanden alle wetten bij elkaar moeten rapen. Maar ook gaan kijken wat is nog van deze tijd om dan een goed concept van te gaan maken. En verder ook de autoriteit die in leven geroepen moet worden, dat wij die ook meenemen in het geheel. Dus ja, dat zijn zaken die we zeker te delen hadden met de sector. Zodat ze ook weten dat er progress is. Want wil je, we hebben nu haast geen vaste standaarden binnen de toerismesector. En dat is een aangelegenheid of een van de zaken die de autoriteit moet gaan waarborgen. Zodat wij toerisme op een goede structurele manier verder kunnen gaan ontwikkelen. Dat we weten dat er een standaarden zijn, processen, procedures binnen deze industrie. En er zit heel veel potentie in, omdat het heeft een duurzaam karakter. Los daarvan zijn er ontwikkelingen die op ons afkomen. En hoe kan toerisme daarop aansluiten? En wat is dan de verdiencapaciteit van zeg maar toerisme binnen het geheel. We moeten toerisme gaan ontwikkelen dat het zodanig gaat bijdragen aan onze BBP. En dat moet gaan groeien en groeien. Want uiteindelijk zien we wat er in de wereld gebeurt. Resources, natural resources worden allemaal uitgebuit. En wat zie je? Klimaatverandering als gevolg daarvan. Hoe gaan we daarmee om op een andere manier, terwijl toerisme, wanneer we toerisme op een duurzame manier gaan aanpakken, dat we ook weten van hey, we doen het niet voor nu, we doen het ook voor generaties na ons. En die vragen, die opmerkingen zijn ook gesteld door de sector vandaag. En ik ben
erg blij met kritische kanttekeningen die ook gemaakt zijn, omdat die ons ook scherp houden. En zeker bij het formuleren van het beleid, dat wij die ook die zaken kunnen meenemen in het geheel. Dus ja, dat is het doel geweest. En dat is de touch ook met de sector weer gemaakt. Maar dan weten we ook dat wanneer de wet in behandeling genomen zal worden, dat weten ze vanaf nu ook, dat die betrokkenheid er is. En we zullen zeker ook gedurende die periode feedback van ze krijgen. En dan moeten we dat allemaal ook verder gaan aanpakken. En daarmee in de discussies, die gaan verwerken in die discussies. U sprak ook over ontsluiten van het luchtruim. Hoe was u van plan dat aan te pakken? Nou, we zijn al geruime tijd bezig vanaf ons aantreden door nieuwe luchtvaartovereenkomsten te tekenen met andere landen. De Open Sky, zodat de verbinding die gemaakt moet worden met het buitenland, dat we niet alleen toegespitst zijn op Nederland en Amerika, met name Miami, maar dat we ook de ontsluiting richting andere landen. Want met de ontwikkelingen die er nu zijn, treffen we mensen vanuit verschillende delen van de wereld, richting Amsterdam-Paramaribo, richting Miami-Paramaribo, terwijl er veel kortere routes zijn. En daar is waar wij nu op strategisch beleid aan het formuleren zijn en kijken van oké, welke route moeten we nu gaan trekken. De Zuid-Zuidlijn heb ik benoemd, toch, richting Midden-Oosten, richting Afrika. En ook mijn kanttekeningen gemaakt, de comments die ik reeds heb gehad. Ja, maar waarom Afrika? Wat heb je daar te zoeken? Nee, het heeft ook te maken met dat je vliegtuig daar een tussenstop kan maken om te fuelen. En als je een markt aan het ontwikkelen bent, dat je daarop kan inspelen. U zei, SLM is onderdeel van de luchtvaart en niet omgekeerd. Wat bedoelt u precies daarmee? We hebben veelal, omdat ook heel veel kritiek is geweest op het beleid van ja, wat doet Suriname, wat doet het ministerie voor SLM? Ik snap die vraag, maar bij het ontwikkelen van de luchtvaartindustrie heb je dus, je hebt een luchthavenbeheer, je hebt de CASA's als autoriteit, je hebt overige actoren, luchtvaartdienst. Een vliegmaatschappij is onderdeel daarvan, van het geheel. En niet dat slechts een vliegmaatschappij zeg maar de dienst uitmaakt. Uiteindelijk is het beleid dat telt en alles wat daaronder hangt zijn dus de actoren. Dat probeerde ik duidelijk te maken. En u sloot af met deze statement. Het is niet alleen de taak van het ministerie om te ontwikkelen, maar het is een gezamenlijke effort. De overheid is, dit is de taak van de overheid om te faciliteren. Kunt u dat even duidelijk maken, zodat men u goed begrijpt? Nou, veelal zegt men van, het probleem van Suriname is vuil. Ik heb dat benadrukt met dus een voorbeeld. Van, het heeft te maken met opvoeding, het heeft te maken met attitude, het heeft te maken met educatie. Het heeft niets met toerisme te maken in beginsel. Want wanneer je thuis bent, gooi je toch geen spullen in je huis. Zo hoort het niet. En wanneer je naar buiten gaat, waarom doe je dat dan wel? En dat is wat ik probeerde aan te geven van wanneer we dan praten in het groter geheel, dat het voor een gezamenlijke effort is. Neem jouw verantwoordelijkheid. De overheid zorgt ervoor dat er wet en regelgeving is. En ik heb ook benadrukt, waarom willen we gesweept worden? Waarom gaan we niet, keren we hem niet om? Dat wanneer mensen goed presteren, zich aan regels houden, dat we ze ook belonen. En daardoor krijg je een heel andere dimensie van met elkaar omgaan in plaats van ino dudissimo naki. Toch? Ik heb het ook gedemonstreerd met degene die pas zijn rijbewijs behaald heeft. Toch? Waarom kan je dat 2 weken terug braaf zitten achter het stuur en 2 weken daarna beland je in een goot? Het heeft te maken ook met jouw eigen verantwoordelijkheid. Toch? De overheid is faciliteren, die zorgt ervoor dat je les moet volgen, dat je rijbewijs krijgt, al die zaken. Nu moet je je keurig gedragen. Maar de overheid zit niet eenmaal 24 uur naast jou. Als individu heb je ook een verantwoordelijkheid.
Zo, ik ben een van de initiatiefnemers. Samen met mij heb je mevrouw Patricia Ednel en de heer lid Cedric van Samson. Wij zijn de initiatiefnemers om de wet in te dienen bij de Nationale Assemblée. Het is niet één wet, het is de wet Surinaamse Toerisme Autoriteit en de Surinaamse Toerisme Raamwet. Het zijn twee wetten die zijn ingediend nu bij de Nationale Assemblée. En de komende tijden zullen deze wetten moeten functioneren, dusdanig om een beeld te gaan vormen van onze toerisme sector, wie we zijn in de toerisme sector, wat wij als product aanbieden. Uiteindelijk moet onze toerismeautoriteit dat gaan definiëren en dat gaan branden, dat gaan brengen overal in de wereld. Dat wanneer iemand besluit om over Suriname informatie te halen of om naar Suriname te komen, dat de informatie er bestaat en dat onze toerismeautoriteit dus daar een standaard gaat ontwikkelen samen met het standaardenbureau om het Surinaams product. Want nu bijvoorbeeld als je onze toerismeplan leest, dan praten we over wij bieden natuur en cultuur aan. En wanneer je natuur en cultuur aanbiedt, betekent dat je deze zaak, deze twee dingen, hoog, zeer hoog moet houden. Want als je product nep is of heel weinig is of het niks betekent, dan kan je het ook niet aanbieden aan niemand. Dus cultuur en natuur zijn de belangrijkste dingen die wij als Suriname bieden aan de wereld. Dat betekent dat wij onze cultureel erfgoed moeten gaan waarderen. We moeten het in de gaten houden. We moeten onderzoek erover gaan verrichten. Als je bijvoorbeeld kijkt nu naar het directorat cultuur, hebben ze sinds jaren 70, 80 een soort van baseline studie gedaan van onze Surinaamse cultuur en culturele elementen en al rijkdommen ervan. Maar daarna is er nooit meer een studie gekomen van wat is er van veranderd? Wat is er van nog levend? Wat bestaat er nog? Dus als we praten over deze twee wetten die komen, dan moet eigenlijk dit de basis gaan volgen voor Suriname om te gaan zeggen, oké, we ontwikkelen een toerisme sector, een toerisme industrie en dit is wat wij aan de wereld te bieden hebben en dit zijn de mensen die wij nodig hebben om Suriname te komen zien. Want ik heb een product, maar in onze afsering en in ook een karaheergrondtapoe. Je kiest je mensen uit die je wilt dat, oké, deze mensen mogen naar Suriname komen. En je gaat ze ook aangeven, dit zijn de standaarden wanneer je naar Suriname komt. Wanneer je hier komt, zijn er regels, zijn er, wanneer je komt hier en je begint te doen wat je wilt. Zo leven we hier en zo denken wij dat jij je moet gaan gedragen, zodat je het product verder kan verkopen. Want wanneer de toerist weggaat uit Suriname, praat de toerist in zijn land over zij daar. Terwijl in Suriname praten wij over wij. Tegenover de toerist en wanneer hij daar is, zal dezelfde toerist dan praten over zij daar in Suriname. En die zij moeten we zodanig gaan definiëren voor de toerist om het mee te nemen zoals wij dat in ons beeld hebben. De directeur gaf een streefdatum aan, 27 september. Denkt u dat dat haalbaar is? Nou, 27 september, we hopen het. Ik denk, zoals het bij de Nationale Assemblée nu ligt, we hebben heel veel wetten die er doorheen moeten gaan. We hebben bijvoorbeeld ook bruto belasting op toegevoegde waarde. BTW komt ook in behandeling, maar er zijn ook andere wetten die voorlopen. Maar we hopen dat het in de derde kwartaal richting vierde kwartaal in behandeling komt, zodat uiteindelijk toerisme sector, de private sector, een houvast heeft om waarmee ze kunnen werken. En dus eigenlijk een samenkomst van publiek en privaat en ondersteund door een deskundige erbij om uiteindelijk de Surinaamse toerisme sector te gaan duurzaam te gaan ontwikkelen.